Aan tafel Hans Sibbel. Wat leuk om je te zien. Graag hier te zijn. Ja. Zeker. Ik denk heel vaak aan je, want ik rij heel vaak langs de winkel waar vroeger jouw vader elektronica had. Ach, in de Watergraafsmeer. Ja. Maar dit helemaal terzijde. Heb jij geen last van die lucht? Ze zijn de hele tijd aan het ontsmetten. En, ik ben helemaal gedrogeerd door die heerlijke lucht. Maar ik word nooit ontsmet. Het is alleen voor jullie. Oh, jij wordt nooit ontsmet. Het is alleen voor hele besmettelijke mensen. Nee, ik was laatst in Toemler en daar hadden ze ook van het spul moet je bij ingang. Dat is ook weer open. En dan moest ik het schoonmaken. En had ik lekker veel gebruikt. Maar dat is iets van 70-80% alcohol. En toen had ik het zo, toen deed ik zo. Ik viel bijna flauw. Gewoon zo'n klap voor mijn bek kreeg van het spul. En dat komt niet weer terug. Dus ik hoop dat ik het red. Ik hoorde toevallig net de anekdote van, want jij bent ook een anekdotendoos. Dat. Laatst was Thierry Baudet in een televisiestudio van Omroep Max. Daar moest iedereen even dat doen. En hij weigerde dat. Hij zei, ik kan niet tegen de lucht. Ja, ik kan hem nu niet meer afvallen natuurlijk. Ik kan er ook niet tegen. Maar ik doe het wel. Ik snuif het op en ik ga gewoon door. Dat heb je gemeen. Oh god, maar hebben ze niet in lavendelgeur dan voor hem? Speciaal? Ja, hadden ze moeten weten. Dat hadden ze moeten doen. Ja. Ja. Maar hij heeft het ook niet gedaan, hè? Ondanks dat iedereen zei, het moet. Ja. Nee. Nou ja, zeg, hoe gaat het met je? Nou, op zich wel goed eigenlijk, ja. Wat doe je? Nou ja, wat doe je niet eigenlijk? Wat doe je eigenlijk niet? Ja, je doet helemaal geen reden meer natuurlijk. Maar ja, wat het goed maakt is dat het... ik doe natuurlijk comedy, stand-up comedy en cabaret. En dat begint toch weer een beetje te lopen nu. Ik heb gisteravond kunnen optreden in een buitenlocatie, Caprera. En het begint weer te lopen. En dan, dan gaat het ook weer in je hoofd werken. Dan denk je, ik kan weer optreden. Was het publiek ook? Mensen... Ja, 30 man. Het was buiten, dus dat mocht sowieso. En die lachten echt, niet op Zoom. Die lachten echt. Nee, nee, nee. Nee, ik heb live opgetreden. Oh, ik mag vanavond weer in Toemler staan. Dus het begint wel. Het is wel voor heel weinig mensen. Nou ja, maar ja, het begint weer, weet je wel. En, dus, jij had nooit de Ziggo Dome vol. Ziggo Dome is ook... mag ik even één ding vertellen? Heel graag. Ik kwam hier aan. Oké, want dan heb jij even rust en dan vertel ik even een goed verhaal. Ik kom hier aanrijden. Ja. En toen zag ik die ding. En hier heb ik de meest rampzalige optreden van mijn leven gehad. Oké. Okay. Voor 800 man. Ik was gevraagd door Vodafone om op te treden. En om de goede reden. Ik vind, voor bedrijven optreden vind ik altijd... niet leuk, maar ze hadden me voor de goede reden. Ze zeiden, je hebt een mooi stukje, het heet het terrasje. Het gaat over het perfecte terrasje. Het gaat over dat je over klantvriendelijkheid, zou ik maar zeggen. En ik was gebeld door de directeur van Vodafone. Voor alle medewerkers, één keer per jaar komen ze bij elkaar. Ja. Wil jij dat stukje doen over klantvriendelijkheid? Ja. Ik zeg, nou oké, dat vind ik een goede reden, dat wil ik wel doen. Ik kom hier, er zitten hier 800 man. Het was vrijdag. Die waren om 7 uur 's ochtends naar hun werk gegaan. Dus die waren doodmoe. Die waren hier achtergekomen. Er waren 800 verkopertjes. Allemaal van die jonge gasties, weet je wel. Denk ik 3 vrouwen tussen, waar ze allemaal op aan het duiken waren. En die zaten hier met z'n 800. En wat er gebeurde was, voordat ik ging optreden, er werden prijzen uitgereikt. Ze mochten geen alcohol nog drinken, ze hadden wel gegeten. En er werd tussen 8 en 9 alleen maar prijzen uitgereikt. Wie de meeste Nokia's had verkocht, wie de meeste Samsung's had verkocht, wie de meeste abonnementjes had verkocht. Dus ik kreeg allemaal prijzen en naar voren en met lawaai. Maar het ging alleen maar over wie de meeste spullen had verkocht. Ja. Dus toen kwam ik daarna, ik zeg van ja... Ik wil iets vertellen over klantvriendelijkheid, maar het lijkt mij als jullie alleen maar bezig zijn elkaar belonen wie de meeste shit verkoopt, heeft niks met klantvriendelijkheid te maken. Doodse stilte. Ja. Er kwamen 2 applausjes. De directeur stond ook zo van, ja, dit is eigenlijk wat ik wilde dat ze een keer te horen kregen. Maar ja, het was eigenlijk fucking schuld dat het zo gelopen was. Dus het was een verschrikkelijk optreden. Na 3 minuten, ze wilde alleen maar suipen. Dus ik heb 2 grapjes verteld die niet werkten. Ik denk, zoek het uit ook. Dan maar een keer een mislukt optreden. Dus ik ben naar huis gegaan. Volgende dag ben ik opgebeld door de directeur. En die zei... ja, sorry dat het zo gelopen is. Je krijgt gewoon betaald. Vond ik al lang vriendelijk, want het was gewoon een mislukte optreden. Hij zegt die maar, ik wilde toch dat je het verhaal vertelde. En verleden jaar hadden we Najib Amhali. En toen is het ongeveer ook zo gelopen. Ik zeg, lekker dan. En dat ga je elk jaar. Ga je gewoon een of andere cabaretier laten afbranden. Ja, we moeten het misschien toch anders doen. Ik zeg, jongen, je gaat toch niet mensen zonder alcohol en laten feesten. En dan iemand nog 2 grapjes vertellen. Ik zeg, dat gaat gewoon niet werken, man. Nee. Die nachtmerrie heeft zich hier afgespeeld. Ja, en wat zie je nu? Wat zie je nu om je heen? Ja, niemand heeft nog heel hard gelachen. Jongens, lachen ze niet. Nee, dat gaat toch helemaal niet. Zie je? Ik pik de valse lachers er zo tussenuit. Van die beroepslachers ingehuurd. Heb ik niet nodig. We krijgen heel dik betaald, hè? Ja, om te lachen. Ik begrijp het. Nee, kijk, sfeer is er niet. Het is helemaal opgenomen, maar er is natuurlijk weinig sfeer. Ook ik heb gisteravond opgetreden voor 30 man. Ja. Die zitten ver uit elkaar, allemaal losse stoelen. Ja. En weet je wat het is? Het kan wel, maar het is anders. Ja. Ik hoop niet dat het zo blijft. Hè? Nee. Ik ben een enorme optimist wat dat betreft. Jij begon net bij het vorige interview over stel dat het 10 jaar duurt. Dat duurt het. Doe nou even uit je hoofdje, doe even normaal. Nee, het is echt niet waar. Het gaat gewoon niet gebeuren. Hanneke, ik weet niet, jij gaat nog meemaken, en daar zet ik hoog in. Jij gaat nog meemaken dat het voorbij is. Dan ben ik 100, hè? Precies, gaat lukken. Hé, luister eens, Hans. Echt, het gaat... Je zit hier wel om actie te voeren, hè?
kom eens op. Ben ik toch? Dit is actie. De actie die ik kan voeren is er gewoon zijn. Op te treden, op te draven. Weet je wel, ik zeg op alles ja. Ik ben gevraagd voor de Bali om iets te doen met corona. Kijk, dat vinden ze dan grappig. Ja. Iets voor de Bali gaan doen. Dat is leuk. Ook een gaat iets voor grap. De Bali doen. Ik ben gevraagd. En voor het Emma Kinderziekenhuis. Nou goed, en allemaal tegelijk. Nee, maar voor de Bali een beetje serieus, een beetje met humor, maar over de economie. Ik heb zin om de hele dag met je door te praten. Althans, ja, ja, dat kan, slap dat te kan in principe wel. Maar, slap te lachen om jou. Maar, nee, maar mijn actie is dat ik op alles ja zeg. Overal aanwezig probeer te zijn en eruit ga en dingen doen. Wat is je plan voor over 12 jaar als het afgelopen is, dat we volle zalen krijgen? Wat is je blijft volhouden. Je blijft volhouden. Ja, net als 10 jaar bij mij zit je al in op 12 jaar. Nee, het is binnen een paar jaar is het voorbij, dat weet ik zeker. Een paar jaar, ook lang hoor. Nou ja, nee, helemaal voorbij. Dat we dus, er komt of een medicijn of een vaccin wat wel werkt. En dat kan gewoon niet anders, daar zijn we te slim voor. Of het woedt gewoon uit, dat kan ook met virussen. Die dingen gaan ook op een gegeven moment, stopt het. Dat is nou eenmaal zo met dingen die leven, op een gegeven moment stopt het. Daar heb ik geen kennis van hoor, dat er virussen uitgebroken. Jawel, op een gegeven moment dan is er niet ook groepsimmuniteit of dan trekt het door. Of dan zijn, virussen zijn het op een gegeven moment zat. Weet je dat niet? Nou, virus, op een gegeven moment denken ze, laat ook maar. En dan gaan ze weer naar netsen toe. Ik heb het gevoel dat corona een wraakzuchtig virus is. Dat het zou kunnen, ja. Ik ga de mensen nou eens een lesje leren. Een goed lesje leren. Nou, ik hoop dat er een, dat is lief dat je, of mooi dat je het zegt. Ik hoop dat er een les te leren is, maar dat we hem ook nu, hebben we na de bankencrisis niet gedaan. Nee. En ik hoop dat we deze les, en ik weet niet eens wat precies de les is. Nee. Ik denk wel dat het iets te maken heeft met te veel. Van alles. Ja. Mensen eten, vliegen, reizen, festivals, alles. Een beetje te veel, denk ik. Dat het daar ergens mee te maken heeft. Maar ik hoop dat we er iets moois nog uit kunnen halen. Maar ik ga het gewoon niet geloven dat het stopt. We hebben 5 jaar Tweede Wereldoorlog. Hebben we ook, weet je wel, daar zijn we ook doorgekomen uiteindelijk. Ja, maar Hitler was geen corona, hoor. Nee, het is ook niet te vergelijken. Maar okay. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Luister eens, ga je die hand... Ik ben optimist. Namens hoeveel mensen ga jij eigenlijk een handtekening? Nou ja, dat is lastig natuurlijk. Omdat, kijk, ik heb in ieder geval 1 technicus. Daar kan ik hem zeker naast zetten. Dus die ligt nu gewoon... zeg maar elke dag dronken te worden op mijn kosten. En dat is hem ook zeer gegund. En nee, maar ik heb natuurlijk een theaterbureau, Bunker. Nou ja, ik werk ook voor Toemler, weet je. Dat begint nu weer te lopen. Dus daar, ja, het is wel zo. Wij zitten natuurlijk in die zin aan de goede kant van de streep, weet je. Een beetje babbelen, een beetje lullen en daar dan op toneel geld voor krijgen. Ja. Dat lukt nog wel. De bedragen zijn natuurlijk enorm klein geworden. Maar dat geeft niet. Ik doe het voor de lol van het optreden. Dus ik denk een man of 6 dat ik wel kan zeggen. Nou, vind ik goed. Dat ik het is geen 1500. Wat nee, maar 6 is ook het soortelijk gewicht. Er zijn ook mensen met de gezinnen die erachter zitten. Ja, precies. Anneke, vergeet het niet. En de kindermondjes die gevoed moeten worden. Lieve Hans, ga lekker je handtekening zetten. Dat doe ik. En fijn met je gesproken te hebben. Ik vond het ook heerlijk. En het komt echt wel goed. Ga rustig slapen vannacht. Dank je wel. Nou, dat weet ik niet. 6 erbij, jongens. Dank je wel, Hans. Graag gedaan.